Het plan voor het Belturenpark, in de stad beter bekend als Golf en Wonen, is definitief van de baan. Dat leidt hoogstwaarschijnlijk tot schadeclaims van vele miljoenen euro's. Om die schade te beperken, heeft de Dordtse gemeenteraad deze week in een geheime vergadering een besluit genomen. Hier op de Zuidpolder en de Bovenpolder moesten een golfbaan en 220 villa's verrijzen. Maar het plan ligt nu in de prullenbak. Via een zogeheten voorbereidingsbesluit heeft de gemeenteraad namelijk het bestemmingsplan uitgeschakeld. Een slimme truc om te voorkomen dat ontwikkelaars nog snel even bouwplannen indienen om later nog meer schade te claimen. Want schade, die is er sowieso. Ja, het Belturenpark behelst een enorm gebied van 100 hectare. De gemeente heeft daar grond. Die heeft nu een waarde van bouwgrond, dus die moeten wij ook gaan afboeken. En wij sluiten niet uit dat er partijen bij ons aankloppen die menen dat zij ook schade lijden door dit besluit van de gemeente. En omdat we gaan werken aan een nieuw bestemmingsplan, we moeten dat afwachten. Los van die claims leidt de gemeente zelf een verlies van 4,2 miljoen euro op de grond en nog een dik miljoen euro aan bijkomende kosten. Burgemeester en wethouders hopen daarvan nog wel wat terug te verdienen met een klein bouwplannetje achter de Stevensweg. En er zal nog moeten blijken of de gemeenteraad iets ziet in deze variant. Of dat men zegt van, nou, wat ons betreft helemaal niks. En we nemen in één keer nemen we die schadepost. Aan de Stevensweg is het feest. Bewoners en de actiegroep Streekplan Geen Streek hebben 15 jaar gevochten tegen de komst van het Belturenpark. De vlag kan uit hier. En we zijn er heel blij mee. We hebben er heel lang voor gestreden. En nou is het zover. Er zit nog wel een klein addertje onder het gras. Ja, ik zou dan ook zeggen van, als we het doen, laten we het dan voor 100% doen. En niet gaan schipperen met een paar huizen. 100% vrijhouden die boel hier. De actievoerder lijkt toch met pensioen te kunnen. Want de meerderheid van de Dordtse gemeenteraad zegt dat de polders door een nieuw bestemmingsplan helemaal groen moeten blijven.